Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd bij de Stichting Fondsontwikkeling Binnenland FOB. Het bestuur dat statutair bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ministeries moet samenwerken om fondsen te genereren voor de ontwikkeling van het achterland. De bewindsvrouw gelooft erin dat het bestuur de nodige kennis en kunde heeft het werk voort te zetten. Ik heb alle vertrouwen in hun, omdat ze, de meeste van ze hebben ook aangegeven dat ze dus bekend zijn met FOB. En het is dus geen nieuwigheid voor ze. Om dus in ieder geval te kijken naar donoren, om dan wanneer het gaat om dus, ontwikkeling in het binnenland, om dat op gang te brengen, om door middel van fondsen, bijvoorbeeld te kijken naar de Amersteigers, Kroeto Osso, samen met de minister van het binnenland, om dat stukje op touw te brengen. Minister Emanuel zegt tevreden te zijn met het werk dat het vorige bestuur van Stichting Fondsontwikkeling Binnenland heeft neergezet. Er zijn toen enkele projecten uitgevoerd ten behoeve van het binnenland. Toen ik heb overgenomen, heb ik wel gezien dat ze dus samen met UNDP enkele projecten hebben kunnen neerzetten. Het regenwaterproject heb ik gezien en enkele projecten dat afgerond moet worden. Dus ze mogen er wel, ze hebben wel hun best gedaan. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het nieuw gekozen bestuur van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland is afgelopen dinsdag geïnstalleerd en staat onder leiding van Frankie Koffie.